In deze eerste meidagen kom je zijn naam weer met enige regelmaat tegen in de krant. De naam van die Leidse student die in juni 1941 van de een op de andere dag besloot om in het verzet te gaan. Over zijn leven als Engelandvaarder maakte Paul Verhoeven destijds de film Soldaat van Oranje. Volgens velen nog altijd de allerbeste Nederlandse speelfilm aller tijden. De Soldaat van Oranje. Sinds begin jaren 70 woont hij op Hawaii. Maar op ons verzoek ging hij nog één keer terug naar dat kamertje van zijn Leidse studententijd. Den Haag, 1945. De intocht. In de open auto naast koningin Wilhelmina zit een Leidse student op een ereplek. Het meest duidelijke bewijs van de grote waardering van de koningin voor het werk van Erik Hazelhoff Roelfsema. Leiden, het Rapenburg. In dit alleen al vanwege zijn unieke ligging door studenten zo begeerde kamertje in Huizen Welgelegen wonen al sinds 4 eeuwen Leidse studenten. Begin jaren 40 was Erik Hazelhoff Roelfsema de gelukkige bewoner van deze piepkleine etage. Een etage die ook een hoofdrol speelt in de film over Hazelhoffs leven. Een film waarin de latere soldaat van Oranje gespeeld wordt door Rutger Hauer. De film genaamd Kapitein Lanshoff. Kom eens. Zie je die man daar? Die loopt me de hele tijd achterna. Dat is van de SD. Robbie, wil je spreken? Dat kan niet. Dan hebben ze hem ook meteen. Het verhaal van dit kamertje begint in het Leiden van de jaren 40. Hazelhoff is dan lid van de befaamde studentenvereniging Minerva. Een echte Leienaar. Inclusief de hier voorgeschreven grote belangstelling voor het potje bier. Maar in één opzicht maakte hij inbreuk op de Leidse code. Hij was geen roeier en evenmin hockeyer. Nou, zeg ik, u was op en top Minerva-student, maar u maakte één enorme fout. U had gevoetbald bij HVV. En hoort een Leidse student niet te hockeyen? Nou, de meeste wel, ja. Maar HVV kan er net door. Net mee door. Er was geen outcast daardoor? Nee. Want tegenwoordig kan je hier niet meer als voetballer door het leven, hoor. Over de Rapenburg, volgens mij. Is dat zo? Nou, ik zit er nog steeds met genoegen naar te kijken, moet ik zeggen. Wat je wel eens hoort, hè. Mensen die hier gestudeerd hebben in Leiden. Het is zo'n aparte wereld. Dat als die naderhand eraan terugdenken. Je hebt er wat tijd voor nodig om dat Leidse van je af te schudden. Was dat bij u ook zo? Ja, ik geloof dat je het Leidse nooit helemaal van je afschudt. En dat heb ik gemerkt dat toen ik terugkwam ook na de oorlog en zelfs nu als ik tegen Leienaren aanloop, dan ik pik ze er zo uit en er is meteen een band waar je gewoon op voortbouwt. Ja, maar de Leidse bal als fenomeen bestaat natuurlijk, dat is onmiskenbaar. Ja, dat geloof ik ook. Tot die categorie rekent u zichzelf niet? Nee, ik ben te lang weg. Ik heb te veel andere dingen gedaan en ik ben ook van nature iemand die eigenlijk niet in één vakje is blijven zitten. Ik heb altijd de angst gehad om iets van het leven te missen. En daarom heb ik eigenlijk alle kanten van het leven zoveel mogelijk beleefd, zou ik zeggen. En dan blijf je geen lijn aan natuurlijk helemaal. Vroeger was dit voor de nu 77-jarige in Surabaya geboren Hazelhoff een bijna dagelijkse gang naar de collegezaal. Nu gaat hij in het beruchte zweetkamertje op zoek naar zijn handtekening. Want iedereen die hier afstudeert mag per traditie zijn naam op de muur schrijven. Tenminste, zolang er nog plaats is. Leiden is toch een stad die veel voor u moet oproepen. Uw handtekening staat hier aan, neem ik ook, in het zweetkamertje. Ja, dat staat er ook ergens verstopt. Dat is, daar zit iedereen die dan op een gegeven moment daar gaat zitten zweten om te horen of hij geslaagd of niet. Die zette dan zijn handtekening als hij geslaagd was. Ik stel me voor dat als hij niet geslaagd was, dat hij niet deed. Dus toen ik in 1941 geslaagd was, heb ik daar mijn handtekening ook ergens op die muur gezet. Ik garandeer niet dat ik het terug kan vinden. Dat zweetkamertje is belangrijk. Maar dan, tussen de handtekeningen van Churchill en die van koningin Beatrix in, komt hij na lang zoeken toch tevoorschijn. Meester Erik Hazelhoff Roelfsema, 10 juni 1941.
Hic sudabit sed non frustra. Hier zweten, maar niet te vergeefs. De universiteit was gesloten, Nederland was bezet en ik was dat jaar de enige die hier examen deed. Wat ik me nou altijd heb afgevraagd, hè, wat was nou de beweegreden voor u om tijdens de oorlog als student in het verzet te gaan? Was dat eigenlijk niet iets meer dan gêne dat dit land zo snel zich overgegeven had? Gêne is een heel goed woord ervoor, tot op zekere hoogte ja. Maar het andere, je was gewoon boos. Er waren tenslotte eigenschappen waar je niet van bewust was, zoals vaderlandsliefde en al dergelijke dingen meer, die door die inval geweldig geprikkeld werden. Dus we waren hele andere mensen op, laat ik zeggen, 10 mei 1940 in de morgen dan op 9 mei 1940 de dag ervoor. Ja. Absoluut andere mensen. Zo moet je het ook bekijken wat we gedaan hebben. Toch blijft er voor mijn gevoel altijd een enorm gat, hè? De student in dit kamertje en wat u toen meteen daarna heeft gekund. Bent u daar zelf, als u daar op terugkijkt, ook niet wel eens verbaasd over? Ja, dat wil zeggen, daar zat natuurlijk een periode tussen waar de ene stommiteit naar de andere werd uitgehaald. Waar je heel langzamerhand werden eigenlijk die figuren die nou uit zo'n kamer kwamen, die werden geslepen door de gebeurtenissen en de bezetting en alles wat eromheen had, tot wat ze uiteindelijk hebben kunnen doen. Ja, maar woede was de basis? Of verontwaardiging. Verontwaardiging. Ja, absoluut. Na de capitulatie leefden miljoenen Nederlanders met een intens gevoel van woede en onmacht. Hazelhoff wilde iets doen. Hij wilde naar Engeland om zich van daaruit in te zetten voor het vaderland. Tot 3 maal toe mislukte de oversteek, tot hij in juni 1941 aan boord van een vrachtschip wist te ontkomen. Eenmaal in Londen werd hij eerst gevangen gezet als mogelijke spion. En daarna wachtte hem daar nog een forse teleurstelling. Wat daar opvallend is, is dat u de Nederlandse kolonie zoveel mogelijk ontvluchtte. Wat was er mis met de Nederlandse kolonie in Londen? Voornamelijk uit mijn standpunt wat er mis was, was dat zij die bezetting en de oorlog niet mee hadden gemaakt. Het waren dus mensen die nog leefden in pre-1940 en wij daarna. En de oorlog had ons veranderd. En zeker als je een jaar onder de bezetting had gezeten, dan was je een heel ander mens dan de mensen die daar waren. Dus wij irriteerden ons ongelooflijk over wat bij ons eigenlijk overkwam als lapswanserij en er niks aan doen en gewoon leven alsof er geen bezet Nederland bestond. Ja, maar ik heb ook de indruk dat u daar bijvoorbeeld de ministers, die wel degelijk wisten wat er in Nederland aan de gang was, en de beroepsmilitairen zoveel mogelijk uit de weg ging. Is dat een juiste indruk? Ja, dat is zeker een juiste indruk. En waarom was dat dan? Nou, dat was, laat ik zeggen, zij hadden geen enkel begrip of zeker geen ontzag voor de jongens die uit bezet Nederland naar Engeland kwamen. En wij waren natuurlijk hele lastige jongens, we namen autoriteit niet makkelijk. We lieten ons geen bevelen geven, we waren eigenlijk als militair onaanvaardbaar. Ja. En daar ontstonden moeilijkheden uit die nooit weg zijn gegaan in die tijd. Voor koningin Wilhelmina was Hazelhoff een van de eerste die haar kon informeren over wat er precies in Nederland gebeurde. Hoewel door menigeen gezien als een overspannen avonturier, werd hij al snel Hare Majesteits adjudant. Met een belangrijke taak. U gaat toch terug naar Holland, nietwaar? Dat is de bedoeling, majesteit. Ik zou graag willen dat u daar een paar mensen voor me ophaalt. Is dat niet wat riskant? De mensen van de toekomst zitten op dit moment in Holland. In het verzet. Die wil ik graag hier hebben. Dat zijn tenminste gewone mensen. Deftigheid heeft afgedaan. Want na de oorlog wordt alles anders. De ware adel, dat zijn de verzetstrijders. Vindt u niet, meneer Landshof? Ja, majesteit, u heeft gelijk, volkomen. Zo had ik het nog niet gezien. De ware adel. Anders nog iets van uw orders, majesteit? Ik hoop toch zo dat u succes hebt. Kapitein Hazelhoff zette Contact Holland op. Met als doel niet alleen mensen, maar ook zenders en documenten naar Nederland te brengen. Heel wat mensen heeft Hazelhoff tijdens deze pendels over zee op Nederlandse bodem afgezet. Een groot deel van hen werd opgepakt en doodgeschoten. De overigen deden uiterst nuttig werk.
Hazelhoff wilde meer. Hij kwam bij de Engelse geheime dienst en bracht het zelfs zonder enige vliegervaring en ondanks zijn slechte ogen tot RAF-piloot. U was toen piloot bij de RAF, terwijl bekend is dat u zo bijziend bent als maar kan, hè? Dat klopt. Bij HVV mocht u zelfs de penalties niet nemen omdat u zo bijziend was, denk ik. Hoe bent u er toch in geslaagd om die test tot piloot tot een goed eind te brengen? Nou, het was voornamelijk een weigering om op te geven dat het niet kon. En toen het uiteindelijk dus de oogtest genomen moest worden, had ik een systeempje uitgevonden waarmee ik mijn bril stuk sloeg en een heel klein stukje in mijn, tussen mijn vingers en mijn hand stopte. En als je dan je oog moest afdekken zo, dan keek ik niet om deze te testen, dan keek ik niet door dit oog, dan keek ik door dit stukje bril. En dan ging het hier naartoe met dezelfde hand. En dan was ik niet deze aan het testen, maar ging het weer door dit stukje bril en zag ik het natuurlijk uitstekend. Is dat type extreem soort sluwheid eigenlijk uw overleven geweest? Is het karakteristiek voor u dat u met zo'n fonds komt op zo'n cruciaal moment? Nou, ik zou zeggen, ja, als het hart tegen hart moet, dan heb ik gewoonlijk wel een weg om te komen waar ik wil. En dat is ook de reden natuurlijk dat ik nog rondloop. D. Your other eye, please. E. P. D. N. O. Thank you. That's all. Your eyes are excellent. Thank you. Later werd hij ook nog Pathfinder. Levensgevaarlijk werk, want zo'n Pathfinder moet in zijn eentje voor de bommenwerpers uitvliegen. En heel precies de plek aanwijzen waar de explosieve lading gelost moet worden. Dat was het ultieme risico, denk ik zo ongeveer, wat je als student dan kan nemen in het verzet. Ik zou zeggen, dat is wel het ultieme risico wat je überhaupt kunt nemen. Maar daar weer, je zoekt het niet uit. Je zoekt de beste job uit waar je het meeste de zaak kan dienen eigenlijk. Dat is inderdaad levensgevaarlijk. Dat was ook, dat kost een hoop mensen. Het kost een hoop mensen. Heeft u nooit gewetenswroeging gehad over het feit dat daarbij dan toch heel veel onschuldige slachtoffers gemaakt werden? Ik niet, nee. Ik heb geen dag van mijn leven heb ik daarover wakker gelegen. En dat weer, je moet het zien in het verband van die dagen. En die dagen had je tenslotte, ik had Rotterdam meegemaakt en ik had in Londen gezeten gedurende de bezetting. En wat mij betreft, hoe meer morfen eraan ging, hoe beter ik het vond. Ja. Dan komt het eind van de oorlog. U komt in die oude Dakota met de twee oudste prinsesjes, Beatrix en Irene, naar Nederland. U heeft ze letterlijk op Nederlandse bodem getild, hè? Eentje tenminste. Prinses Beatrix, want die liep voorop en die had haar handen het volste. Het is op dat ogenblik natuurlijk, realiseer je dat helemaal niet. Maar jaren later kreeg ik die foto waar ik haar help om dan voor het eerst op Nederlandse grond weer te stappen. Ja, dat is, als je terugblikt, toch wel een heel groot moment voor mij geweest. Ja. Hoe was nou die vlucht aan boord van die oude Dakota? Want dan zat u dus met die twee prinsesjes. Waren die heel gehoorzaam? Was dat heel rustig? Want voor hun was het toch een soort avontuur, neem ik aan. In die ja, Reentje zat aan het, bij het venster. En dan had je nog zo'n oude knop die je uit kon trekken om lucht erin te krijgen. En die zat zuurtjes te eten. En dan gooiden ze iedere keer, hadden ze veel plezier in als dat papiertje van het zuurtje zo woep, dan eruit ging. En Beatrix vroeg mij de hele tijd, maar zijn we nou al over Holland? Zijn we nou al over Nederland? En toen ik dan op een gegeven moment zei, ja, nou zijn we over Nederland. Toen stopte ze hier eentje en zei, niets naar buiten mee gooien. Geen rommel maken, we zijn over Nederland. Hoogtepunt van de eerste bevrijdingsweken is de intocht in de residentie Den Haag, die tot een ware triomftocht wordt. Eenvoudig, vergezeld van slechts één adjudant, rijdt haar majesteit te midden van enthousiaste bevolking. Eindpunt van de route is het historische paleis Noordeinde, waar de Nederlandse driekleur nu weer vrij en fier kan wapperen. Na de oorlog wilde de koningin een compleet nieuwe, veel minder afstandelijke hofhouding en zag daarin een prominente taak voor Erik Hazelhoff. Maar het volk wilde helemaal geen democratischer koningshuis, verlangde juist terug naar de oude pracht en praal. En ook Hazelhoff stond niet te trappelen. Toen heb ik haar ook gezegd dat ik het liever niet aannam. En dat was het ook weer typisch Wilhelmina. Toen zei ik erachteraan, want ze was nogal stil.
Toen zei ik, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. En toen zei ze, nee, alle mensen. Ik vind het bijzonder aardig dat u zo lang met een oude vrouw hebt willen optrekken. Toch mooi, hè? Betekent wel dat zij bijzonder op u gesteld was? Ik geloof het wel, maar dat is dan ook zeker wederzijds. Ja? Ja, prachtige vrouw. Zij wilde na die oorlog een veel democratischer koningshuis, hè? Maar het Nederlands volk had daar toen waarschijnlijk helemaal nog geen behoefte aan. Was dat een teleurstelling voor haar? Ja, het was zeker een teleurstelling, want zij probeerde een onderdeel van het volk te zijn en de mensen gelijk te behandelen. En als zij dan op een gegeven moment haar hand uitstak om iemand te begroeten, en de Nederlander die boog toen nog netjes en die zei majesteit. Dus het heeft haar erg vereenzaamd in haar laatste jaren. Zo uit het hooghartige studentenwereldje naar het harde verzet tegen de Duitsers. Een leven als een filmscenario. De vraag is dan, hoe waarheidsgetrouw is Paul Verhoevens succesfilm? Ik protesteerde er tegen dat het landen in Nederland, wat zo moeilijk was omdat de hele Nederlandse kust verduidelijkt was. Dan zag je op een gegeven moment die hotellen in Noordwijk, in Huisterduin, dan zag je allemaal licht door de ramen komen. Toen zei ik, kan niet. Toen zei hij, Erik, je hebt alles wat je in de oorlog hebt gedaan, heb je in het donker gedaan. Je hebt in het donker landingen gemaakt, je hebt 's nachts gevlogen. Wat je in Londen in het donker deed, daar wil ik het niet eens over hebben. Maar als ik jouw verhaal werkelijk naar waarheid neerzet, dan hebben we 90 minuten pikzwarte film en dan kan er geen sterveling kijken. Dus ik moet het doen op mijn manier. Dat is natuurlijk groot gelijk. Van oorlogsheld tot schrijver. Van zijn boek werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Een avonturier. Maar hoe kwam hij toch terecht in Maui, op Hawaii? Nou, ik was mijn zoon kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Mijn zoon is een dichter, dat is een goede dichter. Maar van tijd tot tijd dan wil hij de wereld van een andere kant zien. En dan verdwijnt hij. En dan na een poos ga ik me ongerust maken. Dus ik kwam door, kwam naar Maui, waar ik het laatst van hem gehoord had. En dan ging ik naar de politiebureaus om te kijken of hij in de bak zat. En dan ging ik naar de ziekenhuis om te kijken of hij ziek was. En dan ging ik naar de doodgraversregistratie om te kijken of hij al onder de zoden lag. En in die tijd, na de dag of 4, 5 rondgekeken te hebben, toen vond ik hem natuurlijk. Maar intussen was ik eigenlijk, dat eiland dat had me zo gepakt. Ik denk dat ik daar veel ook van het oude Indië, laten we zeggen van Java, de luchtjes, de bloemen, de hele atmosfeer, dat pakte me zo. En ik was toen net op het punt eigenlijk om te gaan zitten en een boek te schrijven, wat later Soldaat van Oranje is geworden. En dus het leek mij een goed moment dan maar om daar maar meteen neer te strijken. Ja, hoe stel ik me dat voor? Zat u daar hasjrokend met uw zoon te genieten van de luchtjes en de bloemetjes? Nou, ik vond hars niet lekker. Ik heb het ingeprobeerd, maar ik heb geweldige pijn in mijn neus van. Maar nee, ik heb daar hard gewerkt en ik woon er nog steeds, want het is een heerlijk land. Hoe beziet u vanuit de wereld van de Hawaïaanse bloemen en luchtjes Nederland op dit moment? Ik vind Nederland zeer indrukwekkend. Veel indrukwekkender dan de Nederlanders die hier zitten als ik hier kom. Ik vind bovendien het systeem hier waar mensen toch meer voor elkaar doen en voor elkaar voelen dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ligt mij ook heel veel beter. En ik heb dan ook niet gestaan dat ik in Hawaï woon. Ik heb een Nederlands paspoort en daar ben ik echt trots op. Slotvraag, kunt u zich voorstellen als u niet de eerste soldaat van Oranje was geweest, als u niet die impuls van verontwaardiging gevoeld had op dat moment, hoe uw leven er dan had uitgezien? Totaal anders waarschijnlijk. Totaal anders en ik heb geen flauw benul hoe. Want ik ben geen geweldige vooruitkijker en vooruitplanner. Dus ik kan alleen maar zeggen dat je moet je leven maken met wat je toegeschoven wordt. En dat heb ik gedaan zo goed en zo kwaad als het ging.